komende 3 weken ontvang ik verschillende gasten in mijn villa. We gaan samen offline in Malaga. Vakantie vieren zonder telefoon dus. Welkom, wat leuk dat je er bent. Heel mooi. Dit heb je heel goed voor elkaar, hoi. Ik wil wel een maandje blijven hoor. Je hebt een privégolfbaan. Ook dat nog. Wow. We kunnen putten. We kunnen putten. We hebben een lekker terras. Oh, wat goed. Maar normaal zou je natuurlijk waarschijnlijk je training posten of zo. Of misschien je training meten of iets. Ja, dat is wel een ding wat je zegt. Heb je dan nu niet het gevoel van dat wil ik toch wel doen? We leven zeg maar in een tijd dat als het niet op social media is gebeurd, dan is het niet gebeurd. Is het niet gebeurd, ja. Dus als ik zeg maar niet post dat ik aan het trainen ben, dan lijkt het alsof ik niet heb getraind. Ja, precies. En dat is heel gek eigenlijk, terwijl ik gewoon... Want je doet het voor jezelf, maar... Ja, eigenlijk wel, maar... We hebben soort van toch de neiging om het aan de buitenwereld te moeten vertellen. Ja, ja, ja. Dat is raar, man. Yes! Ik voel geen druk. Ik vond het wel heel bijzonder bij Ajax als ik daar een wedstrijd speelde en er liepen meisjes met Hoogendijk op mijn rug. Ja, dat vond ik nooit normaal. Dat wende niet. Nee. En na de wedstrijd nam ik er ook altijd de tijd voor. Weet je, dan denk ik van het is een kleine moeite om even met ze op de foto te gaan. Of een handtekening te geven. Ik weet nog hoe blij ik was als kind dat ik een handtekening op mijn gezicht had laten zetten of zo. Heb ik een jaar lang opengetrokken bij Merckx. Op je gezicht? Ja. Van wie was dat dan? Van Patrick Kluivert. Zit jij vaak op je social media? Ja. Ja, want het is wel een soort van heel belangrijk voor mij ook om muziek te promoten. Je hebt daar gewoon heel veel contact met je publiek. Ik ben dus wel een hele slechte poster. Ik ben ook wel iemand die gewoon dan 10 dagen niks posten. Zo. En dan staat de laatste post en dan staat er al een datum bij, weet je. Dat is eens 2 dagen geleden of 3 dagen. En dan denk ik, oeh, ik moet eigenlijk wel even wat posten. Ja, maar dan voel je dus wel die druk als je vindt dat je moet posten. Ja, precies.